Ouders die hun kinderen onderbrengen bij Kion kunnen in de toekomst ook maaltijden bestellen. En die tegelijkertijd met hun kind afhalen. Die maaltijden gaan 6 euro kosten. De kinderopvangorganisatie werkt voor deze service samen met Ketera Bliksem. Wij starten samen met Bliksem de verse maaltijdservice Kiel naar tafel. Ouders die kunnen aan het eind van de dag, als ze hun kind komen ophalen bij de locatie, gewoon hun maaltijd meenemen. Wij starten met deze maaltijdservice eigenlijk met de grootste gedachte dat wij ouders willen ontzorgen in de drukke tijd uh, na het werk, voordat de kinderen naar bed gaan. Waarom is er gekozen voor een samenwerking met Bliksem? Wij kiezen voor Bliksem als partner hierin uh, omdat zij, net als wij, een visie hebben dat je mensen een kans wil bieden om te ontwikkelen. Um, zij hebben koks die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En wij vinden dat heel erg mooi. Uh, bovendien is de, de voeding, de maaltijden die zij maken. die passen in ons voedingsbeleid. Het zijn ontzettend gezonde maaltijden. Dus uh, een, ook een lokale partner. Dus dat vonden wij heel erg mooi. Hoe gaat de service precies in zijn werk? Kiel aan Tafel, dat start bij Kindercentrum Kloek. Um, we beginnen heel bewust bij één locatie. om echt te kijken van uh, hoe kunnen we onze service nog optimaliseren. Maar Gisteren is het persbericht eruit gegaan, we hebben het bericht eruit gedaan naar ouders. En er komt nu al vraag van andere locaties of we daar niet ook deze maaltijdservice kunnen aanbieden. Dus op korte termijn zullen we zeker het aantal locaties gaan uitbreiden. Kion aan tafel werkt eigenlijk uh, heel simpel. We hebben een website, www.kionaantafel.nl. Daar kan je een maaltijd bestellen. Um, kinderen kunnen met z'n tweeën van één portie eten. Um, en je kan kiezen bij jouw opvanglocatie waar die wordt afgeleverd. En de maaltijden die worden bezorgd op maandag... Of op dinsdag of op donderdag. En dan nemen ze mee naar huis aan het einde van de dag. En dan hoef je ze thuis alleen nog maar even op te warmen. En dan kan je aan tafel met z'n allen.